ik zie hier, wat is dit voor een apparaatje? Oh, een mast van een seinvlag, zie ik. Een telescopisch mastje. Merendeel, dat zijn vliegtuigonderdelen die we door de jaren heen opgegraven hebben. Vanaf de jaren 70 zijn we met bergingen begonnen met vliegtuigen. En dat zie je hier allemaal uitgestald, zeg maar, allerlei onderdelen. We hebben een stoel staan hier van een Wellington-bomwerper uit Opperdoes. Een parachute leg hier van een droppingsveld uit Spanbroek, de Mandril. De vader van Jos begon ooit met een verzameling en dat groeide uit tot een museum. Ja, een beetje bij beetje kwam er steeds meer spullen bij. Het begon met een tafeltje hier op zolder en op een gegeven moment allerlei stellingen aan de muur en beneden nog weer een kamer erbij. Sinds 2 jaar is het museum dicht en de vader van Jos is van de winter overleden. De collectie wordt daarom overgedragen aan de historische vereniging. Hoe gaat het met het inpakken? Het gaat eigenlijk wel goed. We hebben een beetje een systeem erin. Dus, Dat had je toch niet verwacht? Ik bedoel, je krijgt wel eens wat van mensen. Een kolfstick en weet je, allemaal goed om dat te bewaren. Maar dit kwam wel heel erg in onze schoot vallen. Daar waren we allemaal wel blij mee. Ik vond het wel mooi als het hier in deze regio ook bewaard bleef. Dat ze het hier zouden exposeren in de toekomst. En, met deze oplossing ben ik al heel erg tevreden eigenlijk. Ja, maar het lijkt me ook wel lastig om afstand te doen van al die spullen. Ja, maar ja, dat is door de jaren wel gegroeid, zeg maar. En daar, daar ben ik wel overheen. Daar heb je langzaam naartoe kunnen leven. Ja, dat zeker, ja. De historische vereniging is nog op zoek naar een plek om de spullen tentoon te stellen.